how the Nazis see this? I did not see this coming, am I right? Guys, guys. Voor die rijdt naar Donnerij, ben jij dat of is dat team? Ja, ik ben dat. Ik ben net een beetje... Ik had het even met Vincent Bos excursie. Finish flick, zeg maar. Waarbij je letterlijk bomen gebruikt. Een hike. Is dat Zweeds? Ah, je hebt ook trolls too, maar die schijnt iets in. Nee, je hebt ook Vintrol trouwens. Er zijn trouwens die trolls 3 films. Waarom dat het aanspreekt, de naam. Fuck you, fucking mini faggot. Ik. Ja, je staat op een minimap, ga weg. Ja, slowly creeping up here. Ik ben nu ook dood op de gladiola aan het racen, want fuck jou, jij gaat niet. Ik kan gewoon full throttle door alle bochten en defilaren. Ik kan gewoon niet te remmen. No! Nee, dat is hem. Hij heeft echt een 0,20 seconde. Nee, 0,020. Nee, what the fuck, waarom doe je dat nou? Wat de fuck grappig is. Hey! Maak dan wat eten. Wat wil je nu, ethisch, hè? Ja, of 90. Ja, nee, als je 2 minuten de tijd nodig hebt, dan kunnen we wachten. Ethisch, want je wil eten. Ethisch. Am I right? Mm-hmm. Ja, je zou ook even banen zo. Ik bedoel, dit is de enige ethische keuze. Wat is je. What the fuck sta jij fucking scheef trouwens? Jij staat scheef. Nee, ik sta erop dat wij hem verplaatsen en ik heb alleen een motorrijbewijs. Dus. Ik heb deze niet echt goed gereden, heb ik het idee, maar wel lekker. Dit ding klinkt ook zo vies normaal. Ik ben echt meter achter elke hal. Hij deed net heel netjes, want hij ging niet naar het midden van de baan toen hij naast me reed. Ik heb ook heel erg op hem gelet, dus ik voel me gewoon weer achter hem. Wow, dat is niet. Wow, ik dacht dat ik wel ging, maar ik was niet zo. Zonder te crashen. Kurt, dan moeten we niet vergeten van diesel op te halen in een garage. Iedereen onder is een noob. Slechter zijn dan ik, dan is het een noob. En anders is het try hard. Nope, learn to drive. Try hard. Precies. Duik echt een sneeuwbank in. Fuck. Echt aan sneeuw zijn inderdaad die opstaande randjes. Als je die raakt, dan gebeuren er echt ineens hele vreemde dingen. Ja. Kan letterlijk Scully en Mulder komen. Kijk. Ja, net kwam er in één. En toen had ik 5 armen. Dat is heel bizar allemaal. Wee! Wow, dat was een koppel over mijn neus heen. Frontflip, nice. Frontflips, oh, daar ligt die hard voor. Dan weet je dat je echt iets heel vreemds gedaan hebt. Ja, ik rolde dus zijwaarts, maar toen flipte die. Ik heb een beetje Jeroen doorzicht, want anders had ik hem ongeveer met 130. Ja, nee, maar dat was ook geen andere manier om hem heen te draaien. Ik werd toen bij die mountain drive net werd Jeroen niet doorzichtig. En toen stak hij net achteruit, toen ging ik voor zijn neus langs. Van, NANG! Right. Intens. Nee, als hij hier niet doorzichtig was geworden, dan had ik hem met 130 geteamd. Dan waren we allebei dood geweest. Deze auto's kunnen er niet zo goed. Ja, toen was zijn co-driver was inderdaad voor de rest van zijn leven getraumatiseerd. En Jeroen nee, was sowieso... het was de co-driver kant. Dus dat was de co-driver dood. Oh, echt straight up, gewoon fuck. Ja. Met zijn neus naar de heen. Ah, ook echt. Gewoon zo'n aardig op zijn zeg maar. Gewoon BAM! Ja, gewoon pet zo. Ineens dood. Suddenly life ended. Ja, dat was niet. Dat drommel, what the fuck is jouw probleem? Oh, ik was eigenlijk niet aan het kijken, maar. I don't know. Rol, I'd be pretty desperate. Maar. Pinko, dus is inderdaad wel een beetje dat je denkt. Scandinavian flikt daar namelijk gewoon gelijk in de eerste bocht. Yep. And it worked. It was really neat. Ah, insturen en tegensturen werkt ook wel. Show off. Ik ga gewoon een net hebben. Ah, balen. Ik ben ook die hairpin echt helemaal. Wat fuck? Deze bank heb ik niet. Oh nee, wacht, ik ken hem wel. We hebben hem alleen nog nooit gereden. Ik ging zo lelijk bij die hairpin, joh. Ik zag het 2,5 seconden lelijk.
Wow, 2,5 seconden! Dat is fucking lelijk! Dat is bijna net zo lelijk als spoeden. Nou ja, ik vloog zeg maar over de... Ik wilde hem heel enthousiast aansnijden, maar ik had niet verwacht dat mijn auto zo snel van richting kan veranderen. Dus ik vloog door de middenberm, op de lucht, weet je wel. Toen kwam ik helemaal heel awkward, ik kwam ik aan de andere kant te staan. Oh, goed. Want Jeremy haalt het gelijk. Ik ben derde. Zo, dat was echt fucking smerig. Ik dacht niet dat ik die zou raken, ik had het echt volslagen verkeerd ingeschat. Maar ineens hoor ik PAM! Jezus! Ik hoor dat ik in de kofferbak een frituur kan maken. Ja, dat ook. Ik moet niet te hard springen voor mijn frituur. Ik weet niet wat voor dingen jij aan het frituren bent. Hele intense bitterbak. En op het moment dat je dat frituurvet over je heen krijgt, dan ben je hier straks voor meer. Ik lach een Barry. Yo! Ja, heb je ook de Colin McRae Vision livery? Yep. Lol. Die is fucking vet namelijk. Ja, yeah, I know, right? Komt er, kijk, acht voorbij die auto, staat nog één. Ja. Oh, oké. Jezus. Ik zal hard wat gas te geven. Oh, dit is gewoon weg. Damn it. Oh, doe ik. Thanks dat je me niet helemaal viel. Dat mag ik mezelf ook bij, dat weet ik niet. Zo bijt! Oh, ik moet echt een lelijke lijn. Oh, ik kom gewoon aan! Ah, dat is echt balen. Laatste stukje van de bocht heb veranderd, dus ga ik achter mij. Jezus Christus, Jeremy. Wat? Hoe dicht jij op mij zat net? Had je gekeken hoe dicht ik nu bij zat, of niet? Nee. Dat is heel strak geweest. Ja, ik moest even mijn gas loslaten, want anders was ik vol die politie in gegaan. Dat weet ik, maar daarom moest ik dat even doen. Toen waren we echt aan het twinderen van 150. Oh, Jesus. Ja. Dat was my bad. Ga maar door, ga maar door. Ja. Ik stuur er gewoon lelijk in. Dat is my bad. Probeer wel weer bij je in te komen. Don't you try hard. Yeah, I just some help back. Zijn hier? Die bocht is het super dat eentje ervan waar je gewoon een scherpere bocht in gaat. Uiteindelijk wordt die scherp. Ja, dat is die allerlaatste voor de finish. Ja, daarom die uit tegen me. Ja. Fucking gay. Jeremy, die vliegt daar door allemaal onderdelen van de auto heen. Ja, maar dan krijg ik meer downforce van, want dan plak ik ze op mijn eigen auto. Zo werkt het toch? Hij vloog in de face of this person. God, ik wilde te graag. De eerste anderhalve lap was echt ziekelijk. De bocht uit. Ik wil echt zo graag met mijn wielen wiebelen. Ja, waarom kan het niet? Bij deur 2 kon je bij die startcamera je wielen bewegen. Ja, dat is toch een van de standaard basic features van dit spel. Heb jij settings, Jeremy? Suspension. Zo, zag je mij? Ah, ik lig achter van voren. Huh? Zag je mijn drift, Jeremy, of niet? Ja, ik deed het ook. Jij deed het wel extremer nog, je had echt zo'n staartwiebel nog, maar... Oké. Okay. Come on, dammit! Ik raakte de kant aan het einde van de drift. Maar als je alcoholic kan dit niet zo goed hebben. Cancer. Oh, damn it. Ik ben lekker aan het
Ja, ik ook. Oh, Vazia is me voorbij. Zo vlak langs de muur dat je deur aan de muur vast krijgt. Ja. Ik vind niet meer naar rechts sturen om eraf te vallen. Dan word je er gewoon in de linkse gebruikt. Wat voor dit? Ah, balen! Oh, ja, sorry, my bad. Ah, nou is ik stuur gewoon, ik krijg gewoon blind, gewoon recht naar achter. Jesus Christ, ik ga die eerste drift, die ga ik echt even uit op zo'n pick-up. Dat is echt zo goed. Oh, Jeremy! Kanker, ik heb de laatste bocht verloren. Dat ik niet. Ah, je had sowieso niet een heel grote kans. Hij deed al sterk. Ja, maar hij ging net de hele tijd niet zo goed, die quasi dude. Maar ja. Oh. Holy shit! Wat stond ik stopte niet. Nee, maakt niet uit. Oh. Jesus, wat stond die gast ineens stil? Ah, oh, balen. Dat zag er echt heel baar uit. Vanuit twee verschillende kanten ben ik geklapt. Wow! I am a missile now. Oh god! Wow, holy shit, je stond daar gewoon stil. Ik had ineens lelijke... Nee, maar ik probeer recht te staan. Ik word door iedereen weer omgeramd. Raak denk je dat? Oh nee, ik werd door twee mensen geramd. Oh. Oh, dus jij raakte hem sowieso, want ik kwam niet bij mijn buurt. Oh, ik... Client-side raakte ik hem niet. Maar tenminste, niet merkbaar. Maar ik zit nu vlak achter jullie aan. Maar niet achter Jelle, want Jelle staat helemaal vooraan. Yep, but I'm launching myself. Same point, again. 3, 4, 5. Vijf keer over de kop. I just respawned for some reason. Oh, als op de kop. Yay, I did it. Oh ja, hier ben je. Hallo. Ik ben even respawned. Ik had geen ruit en geen zijdeur meer. Ik heb wel wat meer zicht. Doe zo again. Ja, maar stunten kun je hierin doen. Kill het niet. Ik wil het proberen. Auto wat proberen. Ik durf niet naar links. Wat zeg je? Ik zei ik durf niet naar links. Terecht ook. Daar kom ik in een hele lelijke lijn. Maar jij reed naast me. Nee, niet de laatste bochten, nee! Jezus, ik dacht dat het finish was. Dus ik zat al tegen je aan. Anders was ik een keer voorbij gegaan. Godverdomme. Ik dacht, ik kan je niet meer voorbij, weet je wel? Want ik had een gigantisch snelheidsverschil. Dus ik oh, jij was dat? Wat de fuck is er met Fazia gebeurd dan? Die zat achter mij. Toen werd ik geramd, toen dacht ik dat jij dat was. Ja. Of dat Fazia dat was. Ja, maar ik was het, maar je haalde mij in, ja. Ik moet net in dat kleine beetje minder ongelukken bouwen. Ik loop hem ook een beetje te pressure. Ik binnenbocht aantikken. Ik loop hem een beetje te pressure hier door het naar te klasseneren en shit. Ja, Jeremy ook op te klasseneren. Dat hoorde ik dan weer niet, maar... Sneed hem een beetje naar. Misschien is het alleen client-side, gewoon... Nee, het is niet client-side. Dit is dus heel erg verwarrend, want beide hebben dezelfde naam. Nee, Rallycross. Nee, oké, Rallycross had niet gemaakt, alleen een racing license gezien. Waarom begint dat zo aan? Ik voel de pressure achter die mij. Vent, trouwens, die Fazia aan voor alle mensen. Hij hield net in. Cancer. Oh! Ik ben godverdomme, man. Wat close. Ja, ik ging ook vol op de rem staan van... Helemaal niet! Oh man, die kan ik ook wel eventjes in het filmpje knippen dan. Dat was echt... Ik moest echt ineens naar rechts swerven in de bocht naar links. Dat is echt... Oh! Ja, maar ik had het zoiets van... Oh, deze bocht is eigenlijk iets groots dan ik dacht. Dus ik rem af. Ik rem daarvoor af. Voordat iedereen vast moet zitten in de bocht. Nou, Jeremy die raakte vervolgens de muur. En die stond overdwars stil midden in de bocht. Oh shit. In de eerste bocht liep ik ontzettend op je in doen. En ik wou hem in die bocht wou ik de lead pakken. Dus ik wou hem zo strak mogelijk snijden. Maar je hebt strak en je hebt gewoon dom. Het is nog echt heel plat. Ja, ik zit tegen je bumper aan. Ik hoorde een aantal keer bom. Dus ja. Dat was ik.
Ga weg achter mij. Kanker. Ga gewoon in. Het hele idee is dit. Ja, maar dat is met repeated tracks, daarom vind ik ze zo fijn. Je leert ze over tijd. Of net een Mario Kart. Pak Mario Kart. Ja, dit is letterlijk de Rainbow Road. Pak, pak die muziek moet weg aanzetten terwijl we dit doen. Dan word je zo kwaad van. Ja, ik weet het. Ah, ik wilde hem nog duikbommen, alleen dat duikbommen ging een beetje de richting van. Okay, ik weet niet waarom, maar ik heb wel 1,5 seconde van de tijd afgereden, maar ik rijd nog steeds 4 seconden achter. Tragisch hoor, die crash in die bocht.